en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metamorfose podcast. Aflevering 7 alweer. Allereerst wil ik iedereen die gereageerd heeft op de laatste aflevering van de podcast bedanken. Heel erg leuk om appjes en mailtjes te krijgen en vragen zelfs. Ik denk dat het ook wel een controversieel onderwerp was. Goed beluisterd, dus een leuke opsteker. Deze aflevering spreek ik Marleen van Baal. En Marleen is succesvol onderneemster van 3 bedrijven en schrijfster van 2 boeken. En dat allemaal met het onderwerp honden. En voor je nou gaat afhaken omdat je denkt ik heb geen hond. Het is niet een gesprek dat sec gaat over honden en hondengedrag. Nee, het gaat veel eerder over hoe je als mens obstakels overwint om uiteindelijk te kunnen doen wat je wil doen. Het enige wat je grootste passie is en dat is werken met en voor honden. We bespreken hoe Marleen zover is gekomen, wat ze tegengekomen is onderweg en waar ze nu staat met haar ondernemerschap en haar passie. En ik denk dat er een aantal mooie leerzame lessen weer in zitten en dat het weer een mooi en prettig gesprek is om naar te luisteren. Dus ik wens je veel plezier. Welkom Marleen. Wat superleuk dat je hier bij mij thuis aan de tafel zit en dat wij met elkaar een podcast gaan doen over jouw metamorfoses. Dankjewel, leuk om te zijn. We hebben al een leuke warming-up gehad over de hond en de honden en de podcasthond doet gezellig mee vandaag. En ik heb het in de introductie al gezegd. Wij kennen elkaar vanuit heel lang geleden en eigenlijk niet eens zo heel intens. En toen ik mijn lijst ging maken met welke mensen zou ik nou graag eens wat beter willen leren kennen en een podcast mee willen maken, stond jij op mijn lijstje. Je staat op mijn lijstje, nu staat een vinkje achter. omdat wij al eerder hadden gesproken over dat wij deze podcast zouden maken. En bij jou zijn een heleboel metamorfoses geweest op verschillende momenten, waar we wel in het komende uur aan toekomen. Maar er is één rode draad en dat is honden. Ja, dat is ook onze rode draad. En dat is ook onze rode draad, ja. Inderdaad, ja. Want we hebben elkaar op een hondenschool ooit ontmoet, 8 jaar geleden of zo. Ja. Hoe zijn honden in jouw leven gekomen? De belangrijkste reden is denk ik dat het hondje bij ons thuis, ik was 6 en toen kwam er een klein kruisinkje. Mijn moeder had bedacht zonder ons te informeren dat er een hondje in huis zou komen en dat was Doris. En Doris kwam uit het asiel en zo'n hondje waarvan ik nu tegen mensen zou zeggen, nou begin er echt niet aan. Want volgens mij was het hondje 6 weken oud en het was een nestje, een gedumpt nestje. En dit was het hondje wat het meest zielig was volgens mijn moeder, wat geen contact wilde. En dus nam ze het mee. En als je dan bedenkt dat in een gezin met 2 kleine kinderen, nou het was niet echt een succesmatch. Maar Doris heeft er wel voor gezorgd dat het bij mij iets open ging. Zo voelt het. Ik kan niet zeggen dat ik daarvoor niet van honden hield of wel, dat weet ik niet meer. Ik was 6. Maar door Doris merkte ik dat ik echt alles wat hond zag opeens ook echt zag. En dat ik daar interesse in had. Dus, dus ik ben nu bijna 53, dus al zo lang zitten honden in mijn leven. Is Doris lang gebleven? Ja, Doris, ook al was ze moeilijk. Ze zeggen wel eens onkruid vergaat niet, maar Doris had het echt zwaar in zijn leven. In de zin dat hij alleen mijn vader en mijn moeder leuk vond en voor de rest niemand. En oma, overigens. En voor de rest, dat was een hondje met enorme issues. En het grappige is dat ze uiteindelijk 16 geworden is. En toen ze 16 was, toen was ik al uit huis. En toen heb ik echt nog ook met haar afscheid kunnen nemen. En voor het eerst in al die jaren mocht ik haar knuffelen. En een paar weken later overleed ze. Dus 16 jaar echt een groot onderdeel van ons leven. Yeah. Ja. En wanneer had je eerste eigen hond? Dat is eind jaren 80 geweest. Toen ik in het dierenasiel in Utrecht ging werken. En toen heb ik mijn eerste eigen hond, Boef, gekregen. En toen jij
Nou, je had meteen iets met honden, misschien meer dan de gemiddelde mens. Nou, dat weet ik trouwens wel zeker. Ja. Hè? Zeker als je ziet wat je nu allemaal doet en wat honden voor jou betekenen. Wilde je meteen een opleiding gaan volgen om iets met honden te doen? Nee, of? Helemaal niet zelfs. Nee, ik wilde alleen maar met honden werken. Hm. Dat was eigenlijk het verhaal. En dan krijg je natuurlijk een hele geschiedenis thuis waarvan ze zeggen, ja, met honden kan je geen geld verdienen. Dus ik ging heel keurig studeren. En het enige wat ik kon bedenken, ik wil met ze werken. Dus helemaal niet, ik wil alles over ze weten, maar ik wilde met ze samen zijn. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Mm. En het mooie is dat nog steeds de kern is van alles wat ik doe met honden. En wat ik ook overdraag aan anderen. Het samen zijn. En ik ben gaan studeren. Ik ben naar Utrecht gegaan. Ik heb een heel erg leuk studentenjaar gehad. Maar ik was dus niet zielsongelukkig. Ja, misschien ook wel. Je zegt zielsgelukkig, maar eigenlijk heel erg ongelukkig. En het enige wat ik kon bedenken, ik wil met honden werken. Hmm. En wat maakte dat je daar ongelukkig was? Ja, net of ik, dat klinkt dan gelijk weer zo zweverig misschien. Maar het is net alsof ik niet compleet ben als er geen honden bij zijn. Hmm. Dus dat, alsof ik er heel iets essentieels in mijn leven mis, maar ook in mij. Dat ik iets niet voel of niet kwijt kan als er geen honden zijn. Zijn de honden dan eigenlijk jouw spiegel altijd meteen geweest? Of wat voor rol heeft de hond dan op dat moment? Nou heb ik zoveel vragen altijd in mijn hoofd. Waarom en hoezo? En deze heb ik eigenlijk mezelf nooit gesteld. Dus dat is een mooie vraag. Dat zou maar zo eens kunnen. Dat het een bepaalde stabiliteit geeft. Dat ze veilig zijn. Ze signaleren. Dus in die zin veilig in de omgeving. Ik denk dat meespeelt. En wat je natuurlijk altijd roept over honden, ze oordelen niet, ze zijn er. En hoe je met jezelf ook in de knoop kan zitten, dan is een hond er. En ze leveren gewoon heel veel plezier op en ontspanning. Mm. En ja, ik kan met heel veel mensen lachen, maar ik moet zeggen, ik lig met mijn honden heel vaak echt in een deuk. Weet je? Dan denk ik van, wat halen ze nou weer geweldig uit? Of net zoals jouw Inoa net dan zo heel interessant aan de podcasttafel gaat zitten. Ja, dat vind ik prachtig. Ja. En dat is toch, ze raken dan net iets anders aan. Dus het is heel complex. Ja, puur inderdaad. Ja. 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 Ja, ik snap dat wel. Die studie, dat ging hem dus niet worden. Ik vind het heel erg leuk om van alles nog wat te leren. En ik wilde kunstgeschiedenis uiteindelijk gaan studeren, want dat is een andere liefde, de kunst. En daar wilde ik wel heel veel over weten. Maar nee, ik ging uiteindelijk dus na een sollicitatie bij het asiel, mocht ik het proberen. Want ik kwam daar natuurlijk heel netjes gekleed aan. En dat was niet wat ze verwacht hadden van een sollicitant in asiel. Want weet u wel dat u vies gaat worden als u hier werkt? Dat idee. Toen heb ik gezegd, mag ik het proberen? En ik ben daar gaan werken en ik ben echt ondergedompeld in de wereld van waar was dat? Utrecht. In Utrecht? Ja. Dat was waar je ook studeerde? Ja. 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 En toen kwam dat asiel op je pad. En hoe is dat gegaan? Want wat was jouw verlangen daar? Nou, bij honden zijn. En dan liefst zoveel mogelijk. En het was een asiel met zowel de zwerfdieren, afstandsdieren, maar ook pension. Het was best wel een groot asiel, want het was eigenlijk voor de regio. Er was een quarantaine, er was een ziekenboeg, weet je, alles was daar. En ja, ik riep, ik wil met honden werken, maar binnen een paar maanden kon ik eigenlijk alles. En ook achter de balie. En ook, er was een AMIV, die was toen eigenlijk net een beetje begonnen met het opsporen van verloren dieren of kwijtgeraakte dieren. Er moest een administratie opgezet worden. Dat deed ik, vond ik leuk om te doen. Zou ik nu niet meer zo gauw doen, denk ik, administratie, maar dat is een ander verhaal. Yeah. De dierenarts kwam 2 keer in de week en dan moesten de honden gevaccineerd worden of castraties van katten. En ik hielp gewoon mee, weet je. Het maakte eigenlijk niet uit wat er gebeurde. Je runde het asiel. Nou, ik was medewerker, maar ik wilde alles weten. En dat heeft wel geresulteerd dat ik uiteindelijk ook als vervanging van beheerders kon werken. Mm. Omdat ik, het maakte niet uit. Ik vond het zo leuk. Ik deed het gewoon. Ik kon het is gewoon ook een all-round bedrijf. Ja. Hè? Dus als je dan zegt, zoals net, van een studie? Nee, helemaal niet. Mm. Maar dat merk ik aan alles. Ik ben echt een doener. Ik wil het gewoon meemaken. En dan leer je het jezelf aan. En dat is eigenlijk met honden volledig zo geweest. Was je gelukkig daar? Ja, ik was heel erg gelukkig. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Het idee, als mensen dan zeiden, je moet vrij nemen, dan dacht ik, hoezo? Weet je, waarom zou ik? Weet je, dat idee. Yeah. Toen ik een hond kreeg uiteindelijk, toen wilde ik wel wat vaker vrij. Maar dan ging ik dus met de hond en vaak anderen lekker struinen. Een hond uit dat asiel? Ja. Ja? Ja. Ja, dat was ook nog wel. Dat lijkt me dan zo, ik heb dan in het verleden ook wel met mijn ex-man, dan
adopteerden wij in het asiel zo'n hok. Want we, nou ja, we, oh ja, zo'n adoptiehok. Ja, kon je zo'n, en dan gingen we wel eens kijken. En dan wilden we al die honden mee naar huis nemen. We moeten niet meer gaan kijken. Ja. Dat is zo moeilijk. Nou, dat is denk ik wel een van de pijnlijkste dingen. Werken met dieren in opvang. Dat je het leed natuurlijk ziet. Ja. En dat, ja, als je ermee werkt, wel ziet wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de hond zijn. En veel meer zijn karakter leert kennen. En dat het dan best wel hard is om te zien dat ze afgeserveerd worden op gedrag of op uiterlijkheden. Ja. En tegelijkertijd was het ook wel, je kon ook iets brengen. En ik denk dat dat ook wel weer de voedingsbodem is geweest voor wat ik nu doe. Dat als iemand dan een hond terug kwam brengen of afstand deed en hij zei, hij doet niet wat ik wil, dat je dan na 2 dagen dacht van, nou, dat kan die wel. Dus aan wie ligt het dan? Ja. Hè? Ja. En ik denk dat dat wel de grootste winst is geweest van werken daar, naast dat ik het fantastisch vond, maar het besef dat eigenlijk de dieren zijn wie ze zijn en dat als het niet goed gaat, dat we dan vooral naar onszelf moeten kijken. Ja, dat is toen eigenlijk al, zijn de zaadjes geplant. Ja, en dat was denk ik voor toen ook wel nieuw denken, hè? Want in nou hebben we het over de jaren 90. Nou, eind 80. Eind 80. Ja. De visie op honden was toen volgens mij nog veel meer met slipkettingen en hard aanpakken als je niet luistert, want ik ben de baas. Ja, hè? Nou moet ik ook zeggen dat ook de manier was hoe we toen trainden met de honden. Dus het was wij vonden onszelf vooruitstrevend in de zin dat we alle dingen die we vroegen aan de hond, dat we dat zachtjes zeiden en dat we alleen op correctie het woord foei hard zeiden. Dus dat was al heel vooruitstrevend dat we niet alles schreeuwden naar honden. Ja. Maar goed, het was natuurlijk wel vanuit de ouderwetse filosofie. Dat was wel de basis. Alleen, ik heb gewoon honden steeds in huis gehad die niet onder de indruk waren van enige vorm van correctie. En daar kan je een hoop doen. Maar op het moment dat mijn boef was uiteindelijk dus een bouvier, wat ook niet de planning was. Maar een hele grote, zware bouvier met een flinke rugzak. Ja, weet je, hij was 10 kilo lichter dan ik. Dus als hij nee zei, dan kon ik niks. Dus dat heeft tot hilarische taferelen geresulteerd, omdat ik wel in eerste instantie dacht dat ik het moest doen zoals het mij geleerd werd. Maar ja, dan zag je mij gewoon door de lucht vliegen omdat de hond nee zei. En dan kom je, nou, dat was denk ik wel de reden dat ik dacht, ja, hoe dan wel? Ja. En heb je nooit angst gehad dan? Ja, dat is een grote Niet van mij. Nou, één moment was dat met de bouvier. Dat was wel een spannend moment. Dan had ik net een aantal dagen en hij was in beslag genomen. Hij had op een klein terreintje gezeten. Dus wat we wel van hem wisten, dat hij gevoelig was voor het eigen maken van ruimtes. Hè? Dus dat was wel een dingetje. Had ik niet bij stilgestaan. Hij ging met me mee naar mijn studentenflat. En de mensen op mijn afdeling, die waren het er ook mee eens dat hij kwam. Het was een supergezeggelijke hond. Hij was echt heel erg lief. Totdat ik hem in mijn kamer had gelaten en ik was naar de keuken gegaan. En ik ben daar denk ik half uur, 3 kwartier geweest en toen kwam ik terug. En toen deed ik de deur open met mijn sleutel, want ik had dan wel nog het besef gehad om de deur op slot te doen, omdat ik natuurlijk niet wist hoe die zou reageren. Yeah. En hij staat voor me en ik zie alleen maar een heleboel haar en grommend hoor ik. Ik hoor hem grommen en een groot gebit. Dus ik kwam mijn eigen kamer niet binnen. En van schrik liet ik mijn sleutels vallen en die pak ik in een reflex en ik kom omhoog en ik kijk dus gewoon op ooghoogte, gewoon in starende ogen en een blikkerend gebit. Nou, dat is indrukwekkend. Toen dacht ik van, oké, dit gaat niet goed. En als je dan over klotsende oksels en zweet op terug, nou, dat had ik toen echt. En toen dacht ik van, oh ja, wat heb ik ook alweer geleerd als je geconfronteerd wordt met een hond die dat zou willen. Nou, dus ik heb alles in werking gezet, dus ik ben naar achteren gelopen, weggekeken. En toen stond ik op de gang en toen zei ik, ga je mee? En toen was zo echt met een vingerknip, was het opeens een andere hond. Ja, tuurlijk gaat hij met me mee. Oh. Nou, toen dacht ik, oké, nu weet ik dus wat ik moet doen. En dan kan ik hem op zijn donder geven, maar dat heeft dus geen zin. Nee. Want dit zit in hem. Dus vanaf dat moment ging hij altijd mee, hoefde hij niet nergens te blijven. En liep ik geen enkel risico. Dus, en daarna ben ik ook nooit meer bang geweest. Oh, mooi. Ja. Ja. Hoe is je leven verder verlopen na je eerste asielbaan? Baan in het asiel? Ik heb daar, ik was allround medewerker. Ik heb toen toen kwam er een baan vrij, heb ik daar een baan gekregen, wat natuurlijk best wel uniek is in Hondenland. En voor 24 uur betaald, maar ik werkte alsnog fulltime. Toen kreeg ik een relatie en met die persoon heb ik een asiel beheerd in Oost-Groningen. Een eigen asiel. En toen wij daar vandaan gingen, dat was wat gedoe. Uiteindelijk is ons contract niet verlengd en toen zijn we naar Arnhem gegaan en daar zouden we het asiel in Velp
Vooral de honden die daar afstand waren gedaan. Of weer een soort, ja, wat je nu dan rehabiliteren noemt. Hè? Ja, dat was ja. Toen, wij zouden dan de honden opvoeden, zodat ze opgevoed en wel naar de baasjes gingen. Nieuwe baasjes gingen. Nou, met de kennis van nu denk je, wat dachten we? Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is ook een andere discussie. En toen, nou, dat werkte niet. Daarmee dan werk je bij ze. Eerst waren we beheerder en daarna zou je dus onder een beheerder moeten werken. En dan krijg je toch verschillen van inzicht. En op dat moment was ook met mijn relatie ging het niet goed. Dus dat was allemaal gedoe. Onrustig op alle fronten. En toen heb ik heb altijd geroepen, als met de honden niks wordt, dan ga ik bij PTT werken. Waarom PTT? Geen idee. Dus, ja, dat is ook zo'n grapje. Maar jonge luisteraars, dat is KPN nu. Dat is 100 jaar geleden, ja. PTT. PTT, nou inderdaad, ja. Waarom zeg je zoiets? Geen idee. Het enige wat ik kon bedenken was dat op mijn geboortekaartje een meisje met een telefoontje stond. Dus misschien dat daar ooit nog een link geweest is. Maar dat had ik al zoiets van, ja, dan wil ik met mensen werken. En toen ben ik daar naar het uitzendbureau gegaan, Randstad toen nog. Dus ik zei 008, daar wil ik werken, de informatiedienst. 008, ja, 008. Geweldig. En toen werd er gezegd, van, nou, dat moet je niet doen. Want je hebt meer in je mars, je hebt zelfstandig gewerkt. En dus of het nou zoveel meer was, maar ik ben toen naar de storingdienst gegaan. Dus dan moest je in plaats van alleen maar nummers aanleggen. Echte carrière. Ja, maar dan moest je storingen uitvragen en dus had je meer klantcontact. Maar ja, toen kwam ik daar en toen zag ik dat er van alles in mijn ogen beter kon. En toen ben ik me daartegen aan gaan bemoeien. En zo ben ik eigenlijk binnen, ja, wat heb ik daar, 8 jaar gewerkt. Van telefonisten bij de storingdienst, hbo-opleiding personeel en organisatie gedaan. En uiteindelijk, toen ik daar wegging, was ik manager van 70 man. Dus het is echt zo'n... Dat is echt wel een carrièremaker. Dat is een hele... Nou, als je dan over gemiddelde morfose hebt, dan is dat... Ja, dat was van het hondenasiel naar manager. Ja, en wel altijd honden of mensen blijven begeleiden met een hond. Ja. Maar ik heb wel ook wel... Boef ging toen dood. En toen heb ik bijna 7 jaar geen hond gehad. Mm. En dat was ook een bewuste keuze. Omdat ik dacht, nou, als ik zoveel werk... toch wel heel erg gericht op het werk... En daar hoort geen ruimte voor een hond. Nee, maar je hielp andere mensen wel gedurende die jaren. Ja, dat met was dan trainen. Trainen, maar vooral dat mensen dan zeiden: ja, weet je, het lukt niet op de hondenschool. En dan kwamen ze bij mij. Dat was eigenlijk het en dat verhaal. Was via-via? Ja, hoe, altijd via-via. Ja? Ja. Ik had het niet officieel. Maar dan, ja, dat ik ook dan binnenkwam ergens en dacht: wat is nou het probleem? Ze zei: ja, daar zit hij, dat is het probleem. Nou, volgens mij is hij niet het probleem, zullen we even praten? Dus dat is een beetje de manier hoe ik werk, nog steeds overigens. Want als de heb mensen je een methode ontwikkeld? Ik heb het nog niet zo officieel genoemd, maar ik merk wel dat er een vast patroon zit als ik bij mensen kom. En ik ben nu vooral bezig met trainen van 100 professionals en begeleiden en coachen. Maar ik ga natuurlijk af en toe nog wel, als ik echt een leuke klus voorbij zie komen, ga ik er naartoe. En dan valt me altijd op dat ik hoef van tevoren niks te weten. Het liefst zo min mogelijk. En omdat ik het belangrijk vind dat ik heel blanco in kan staan, dat het vaak in de kleine dingen zit. Dus mensen hebben dan, zeker met de kennis van nu, er is zoveel kennis beschikbaar. En ze doen bijna alles volgens het boekje. Maar je moet buiten het boekje kijken om te weten wat er echt is. En als dat een methode is, dan is dat mijn methode. Wat kun je eens een voorbeeld noemen van waar je dan mensen heel goed bij kan helpen als ze het al volgens het boekje doen? Nou, sowieso is het maatwerk, hè? Dus er is geen standaard manier. Maar een voorbeeld was dat ik laatst bij mensen was die via-via was dat. Die hadden een hond van een half jaar uit buitenland en via een stichting. En de hond was heel erg bang. En hun vraag was, hij wil niet aan de lijn, kun je ons daarmee helpen? Want we willen toch graag met hem naar buiten. Dan denk ik, nou ja, als een hond niet aan de lijn wil, dan kan er van alles zijn. Dat kan mentaal zijn, maar dat kan ook iets fysieks zijn, dus dat weet je niet. Dus dat was wat ik wist. Dus ik heb gezegd, nou, ik kom gewoon naar jullie toe en dan kijk ik wel. Dus kom ik daar aanrijden en dan is het sowieso al een wijk met heel veel steen. Dus dan denk ik van, nou, als een hond niet aan de lijn wil en je wil met hem naar buiten, dan moet hij dus al heel het lopen door een onbekend terrein voordat hij ergens bij gras uitkomt. Nou, dat sla ik dan allemaal al op in mijn hoofd. En toen kwam ik binnen en nou ja, de hond die was luid aan blaffen achter de bank. Dus zo bang was hij. En wat me gelijk opviel was dat er waren twee mensen bij, dat als zij richting de hond gingen, dat de hond hun ook niet vertrouwde. Dus dan praat je over echt wel een heel groot issue, wat er dan op dat moment speelt. Heel veel angst. Veel meer dan hij gaat niet aan de lijn. Yeah.
Nou, deze mensen die deden echt alles volgens het boekje, want hij kon al wachten bij het eten. Hij apporteerde al een balletje. Nou viel het ze wel op dat ze het balletje van hem weggooiden, dat hij makkelijker haalde dan als het balletje achter hun terecht kwam. Maar ze begrepen dan niet dat hij dat dus blijkbaar zo spannend vond, dat hij hun eigenlijk niet echt vertrouwde, maar vooral dingen deed omdat hij goed wilde doen, of dat hij dacht van nou, dan is het minste risico. Dus het was een heel berekenend hondje in dat opzicht ook. Gebaseerd op zijn eigen veiligheid. En toen ben ik met hun gaan zitten praten van laat de hond maar van waar die is. En we gaan eerst maar eens even praten wat jullie ideeën zijn, verwachtingen en hoe zijn jullie hier nou zo gekomen. Nou, toen ontspande zij en toen merkte hij aan de hond ook dat de ontspanning kwam, want daar zitten natuurlijk die lijntjes zitten daar. En toen ben ik spullen op de grond gaan leggen. Ik had een tas bij me met een theedoek en bakjes en vanuit de hersenwerk gedachten, een van mijn grote liefdes in hondenland, hersenwerk. En dan ben ik neergelegd op de grond en weer teruggegaan, want als ik bewoog begon hij te blaffen. Maar op een bepaald moment was het nieuwsgierig. En er waren er ook nog twee andere hondjes bij, dus die gingen kijken wat er allemaal was. Brokjes bij gedaan, maar hij durfde er niet bij te komen. Toen heb ik die mensen gevraagd aan zijn kant van de kamer te gaan zitten. En toen durfde hij wel naar hun toe te komen en vanuit hun veiligheid durfde hij naar de spullen toe te gaan. En uiteindelijk heeft hij dus met die andere hondjes, wel met mij goed in de gaten houdend, heeft hij gehersenwerkt. En toen zag je dat hij contact met die mensen ging maken, dat hij bij hun terugkwam, dat hij brokjes wilde hebben, dat hij ging wachten als een kleedje leeg was van brokjes. En zo kon ik hun vertellen, kijk, dit is wat hij eigenlijk nodig heeft voordat je echt gaat trainen met hem. Hij moet het doen dat hij jullie vertrouwt en op basis daarvan kun je verder bouwen. Dus ze hebben echt, dan maak ik een klein verslagje met tips en toen kreeg ik later terug van we hebben alles wat we gedaan hebben, we hebben stopgezet en we zijn op basis van jouw advies zijn we helemaal vanaf de basis weer begonnen. En we zien nu dus dat hij op schoot komt bij ons als we televisie aan het kijken zijn. Mooi. En, de lijn doen we voorlopig nog niet, maar gewoon nog in de tuin. En weet je, nou, en dan denk je van, dus ik heb ook gezegd van, ik kan wel zeggen, doe dit week 1 en dat week 2, maar zo werkt het niet. Nee. Dus ik heb fases opgeschreven en misschien bij fase 3 of 4 dat hij misschien een lijn om kan. Maar ja, bouw dat maar op. Nou, dat is eigenlijk dan jouw methode. Mooi. Maar ik heb ook wel eens dat ik ergens ben en dat ik dan, weet je, dat ik tegen mensen zeg, wat is nu eigenlijk echt het probleem? En dan zien ze mij met de hond omgaan, dat ze zeggen van, oh, maar jij doet dat heel anders. Nou, volgens mij, als wij dat ook doen, dan is het probleem opgelost. En dan ben je bij wijze van, met een kwartier ben je klaar. Dus het is ook een soort intuïtief coaching. Ja, maar dan, dan met honden. Ja. En hersenwerken, heel interessant. Maar dan komen we straks nog wel even op. We dwalen lekker af, heerlijk. Je bent 8 jaar manager, of 8 jaar PTT achter de rug. Dat stopte. Toen KPN. Oh, je hebt ook toen al KPN. Ja, toen KPN. Heb ik meegemaakt. Dat stopte vanwege reorganisaties. Ja. Toen ben je nog ergens anders gaan werken, bij een participatiemaatschappij, een jaar. En toen was het gedaan. Ja. Ja. Je had zo hard gewerkt dat je liep tegen de bekende lamp. Ja, nou ja, deur. Noem maar muur. Muur. Ja, wat gebeurde dat was. Bij KPN heb ik meerdere reorganisaties meegemaakt. Wat natuurlijk ook, ze waren natuurlijk de grootste en steeds meer concurrentie in die tijd. En dus dat veranderde. Maar de laatste twee reorganisaties heb ik, die kwamen relatief onverwacht. Waarbij ik dus mensen die net hun andere baan hadden opgezegd om bij mij te komen werken, moest vertellen dat dat niet zo kon. Nou, dat vond ik heel heftig. Want je gaat toch aan zekerheden van mensen zitten. En dan ben ik wel een type die dat aantrekt. Hè? Dus dan maak ik het eigenlijk persoonlijk. Nou, dat is wel een voedingsbodem voor burn-out te raken. Hè? Als je alles persoonlijk maakt. En, je maakt het persoonlijk dat je die mensen moest vertellen dat zij uiteindelijk niet de baan kregen die jij als manager HR beloofd had. Precies. Ik was een manager van een intern uitzendbureau. En dus mensen die gingen echt voor die nieuwe formule. En dan moet je zeggen dat dat niet doorgaat vanwege hoge hand. Maar het verdriet en de onrust bij die mensen, die sloeg ik eigenlijk op in mezelf. Ik denk dat je dat bedoel ik dan eigenlijk met persoonlijk maken. En dat is op zich wel een dikkietje bij mij, hè, dat ik het makkelijk dingen aantrek van anderen, me daar ook verantwoordelijk voor voel. Toen ben ik overgestapt naar een participatiemaatschappij en daar werk je dan met noodlijdende bedrijven. Die maak je weer met een team weer helemaal, probeer weer op de rit te krijgen. Superleuk om te doen. Alleen het bedrijf zelf, die participatiemaatschappij, begon ook met een reorganisatie. En toen had ik weer dat ik 6 mensen die echt topfuncties hadden
laten liggen om bij ons te komen werken, moest ik zeggen dat het niet doorging. En ja, er was gewoon, er knapte iets. Want eigenlijk was dat een uitvergroot iets wat ik bij KPN dan had meegemaakt. Nou, en met behoorlijk wat persoonlijke issues erbij. Toen op een moment ging een soort van het licht uit. Begon fysiek met heel veel pijn. En daarna echt heel zwaar burn-out. Dus zelfs uiteindelijk een periode gehad dat ik gewoon bijna de straat niet op durfde. Dus dat was wel heel heftig. Wel naar de huisarts. En, maar ja, het voelde, als ik daarin terugdenk, voelt echt alsof alleen maar de gordijnen dicht waren. Zo dat gevoel. Een hele zwarte periode. Ja, absoluut. Ja. Ja. En heb je, hoe ben je daar doorheen gekomen door die periode? Nou, ik denk dat waar ik op zich dan gelukkig wel goed in ben, is nadenken van hoe dan wel. Dus dat zit eigenlijk altijd wel in mijn systeem. Dus ik had steeds meer wel veilige mensen om me heen, waar ik ook mijn verhaal aan durfde te vertellen. Maar de grootste ommezwaai was dat ik gevraagd werd om op een hond te passen. En was een Turkse karabash die wij van de eigenaren naar Turkije zouden gaan voor 5-6 weken. En met de vraag of ik dat wilde doen. En ik dacht daar niet over na. Want een hond, en denk niet zoveel, dan voel ik alleen maar. Dus ik zag hem en het was een ongelofelijke hunk. Echt een hele knappe jongen van 1,5 jaar. En hij keek naar mij en hij zag mij niet staan. Dus ik zei, ja, dat doe ik, hè. Ja, dat idee. Dat je dan denkt van, nou ja. Lekker uitdagend weer. Ja, heel uitdagend. Maar het mooie was dat hij was, heet hij. Hij was. Een prachtige blonde hond met blonde lokken, maar echt met zo'n uitdrukking zelf, joh, weet je, wie ben jij? En dat snap ik achteraf ook wel qua ras, maar ook hoe die behandeld werd daar. Dus ik vond dus dat ik ook gelijk alles goed moest doen. En het mooie was dat ze ook uitlaten van de hond inhield. En het was een hond die veel beweging nodig had, dus ik ging lopen op de hei. Terwijl ik bij wijze van 2 weken daarvoor daar nog niet over na had gedacht. Nee. En dat had ik dus eigenlijk ook helemaal niet door. Totdat een vriendin mij belde en zei, hoe gaat het? Ik zei, nou ga je zo meteen mee naar de hei. En dat ze zei van, Marleen, wat gebeurt hier? Hoezo naar de hei? Ik zei, nou ja, Eiwas moet... Wie is Eiwas? Weet je wel zo. Dus en de hond heeft echt gewoon een volledige ommezwaai in no time kunnen veroorzaken. En niet dat ik het toen was, maar wel dat daardoor weer heel veel beweging letterlijk erin kwam. Ja. Ja. En die letterlijke beweging, die heb je heel erg nodig. Ja. Het is een geval van een burn-out. Het fysiek bewegen. Ja. Maar ook gewoon in de buitenlucht zijn. Lekker. Ja. En ergens voor moeten zorgen. Ja, precies. Ja. Ja, gedachten van je eigen zwarte gedachten kwijt kunnen raken. Ja. Dat je met, en dan die humor. En ja, het was echt een ongelooflijk portret. Dus ik heb er echt heel veel van geleerd. Het is echt een ommezwaai geweest. Ja. Hè? Was een van jouw... grote metamorfoses vanuit die burn-out met toch weer terug bij de honden en met honden te willen werken weer. Absoluut. Ja. En dat was in eerste instantie nog wel heel lastig, omdat ik vind het werken met honden fantastisch, maar ik vind het leed rondom dieren vind ik echt heel erg moeilijk. Hmm. Dus het heeft uiteindelijk nog best wel een tijd geduurd, hoor, voordat ik weer ging werken met en voor honden officieel. Eerst nog een dochter gekregen. Ook een hele grote morfose. Zo. Over metamorfose gesproken. Maar Eiwas heeft absoluut dat weer in gang gezet. En hij is ook het logo van Hond Inzicht. Het gezicht van Hond Inzicht. Ja. En je bent ook, hoe ben je op de naam Hond Inzicht gekomen? Nou, als je het dan over intuïtie hebt. Dat ik met een vriendin echt allerlei woorden, hondennamen, bedrijfsnamen bedacht had. En dat ik 's nachts wakker werd. En dat ik dacht, Hond Inzicht, dat is het. En toen heb ik weet nog dat ik die nacht een berichtje gestuurd heb naar degene die mijn website deed. Ik zei van... Ja. Ik ben eruit. Ja, en nu vastleggen. Ja. Het eerste wat je morgenochtend doet, dat niemand anders ermee aan de haal gaat. Ja. Ja. Dus dat is heel... een inzicht is echt ook mijn woord. Hmm. Ja, de kern van alles. Ja. Mooi. Ja. Maar hoe ging je nou toch, en misschien nog steeds, om met het verdriet rondom honden en het leed? Nou, het blijft ontzettend lastig. Ik ben...
Want is er ook in Nederland nog steeds veel hondenleed? Ja. Ja, ik denk sowieso. Even, weet je, je hebt natuurlijk leed zoals wij dat allemaal kennen. De grote verhalen van broodfok en mishandeling en weet je dat. Maar er zit ook gewoon leed in de kleine dingen. Als ik mensen hoor die zeggen van ja, met oud en nieuw ga ik gewoon weg. Want de hond is toch bang. Maakt niet uit waar ik ben. Ja, nou, dat vind ik ook leed. Ja. Ja. Ja, wow. En op het moment dat het mooi weer is, zie ik opeens allemaal honden lopen die ik echt daarvoor niet heb gezien. Dat ik denk, waar zijn die honden dan in de winter, weet je? Dus yeah. Komen ze dan alleen op een plaatsje of alleen... Weet je, dat is ook leed, hè? Dus het is maar net wat je leed noemt, maar daar heb ik ook al moeite mee. Dat een hond niet gezien wordt als individu of als eigen... Ja, echt een eigen persoonlijkheid. Dat vind ik ook al heel heftig. Dus voor mij is het al heel snel leed. Nou, en als je dan moet je daar tegen kunnen wapenen. En bijvoorbeeld op social media komt natuurlijk heel veel voorbij. Ik heb een hele mooie manier van scrollen. Ik kan echt gewoon dingen niet zien. Ja. En ik heb een keuze gemaakt om ook iedereen die dramatische beelden plaatst, die blokkeer ik gewoon. Of in ieder geval ontvolg ik. Weet je, dat hoef ik niet te zien. En ik doe wat ik goed kan doen. En daar doe ik echt mijn uiterste best voor. In de hoop dat ik daarmee het verschil kan maken. Dus het zelf begeleiden van mensen met vragen rondom een hond. Maar ook hondenprofessionals. Zodat dan een soort olievlek ontstaat. Dat er zoveel mogelijk hondenprofessionals weer zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Ja. En ik ben gekoppeld aan een aantal goede doelen. Die ik ook heel bewust gekozen heb. Dat ik denk van nou, daar kan ik dan proberen leed te verzachten. Ja. Welke goede doelen steun je? Een van de grootste doelen die ik nu op dit moment steun is 50-50 Shop. En dat is van Suze en Fred Steenbergen. En zij maken allerlei unieke zaken, snuffelzaken, maar ook meubels. En de opbrengst daarvan gaat naar diverse goede doelen. Dus dat is een beetje, dan heb je meerdere doelen die je kan steunen. Ik heb 2 adoptiehonden in Bosnië. Ik doe veel voor verhuisdieren.nl. Dat is een matching site voor... Voor ken verhuisdieren. Ik wel. Ja. Oh, het is wel goed. Ik zal die wel opnemen in de show notes. Oh, ja. Dan kunnen mensen daar eens naar kijken. Ja. Hoe is het nog... even terug naar Ivas en je dochter kwam. En Ivas was er. En je vertelde al eerder dat Ivas die was er tijdens de bevalling voor je. Ja, en jullie waren heel close. Bijzonder. Ja, nou, we waren echt zo vermengd met elkaar. Het was natuurlijk ook gewoon een ontzettende eigenheimer. In de zin dat hij knokte met allerlei honden. En dan niet een beetje, weet je, Turkse berghond. Ze zijn natuurlijk gefokt om kuddes te bewaken. Dus weet je, hij stroopte zijn mouwen op en hij sloopte een hond. Weet je, een beetje dat idee. Dat is gewoon niet tof. Ook niet passend in Nederland, maar goed, ik had hem. Dus ik heb met hem echt het wiel uit moeten vinden in hoe hij gelukkig kon zijn in onze samenleving. Dat. En dus daar moet je dus heel erg afstemmen op elkaar. Dus hij moest ook op mij letten. Dus als we een hond in de verte zagen, dan keek hij naar mij. Van mag ik wel, mag ik niet? Nou, doe maar niet. En dan kwam hij dus bij me lopen. Wat natuurlijk best uniek is voor zijn eigen gereide hond. En ik raakte zwanger. En dat so far so good. Hè? Dus hij verdedigde mij met verven. En hij vond alles prachtig en geweldig. En op het moment dat ik weeën kreeg, lag hij naast me. En op het moment dat bij mij een wee begon hij samen te trekken met zijn hele lijf. Dus dat was echt dat je bijna symbiotisch. Yeah. Weet je, dat je denkt, wat gebeurde hier nou? En dat was zo ongelukkig. Ja, een man met weeën, weet je. Dan moet je man ook met niet pijn willen. Sowieso. Moet je niet willen. Nee. Dus toen heb ik hem buiten gelegd. En gelukkig was het natuurlijk ook een buitenhond. En hij lag graag buiten. Maar ja, hij wist nu hoe gauw hij naar buiten moest komen. En 's morgens vroeg heb ik hem, of in de ochtend heel vroeg heb ik hem laten ophalen door een vriendin van mij, waar die gelukkig goed mee matchte. Maar goed, toen thuisgekomen met mijn dochter en ik had best wel wat complicaties nog. En hij zorgde heel goed voor me. Hij was altijd bij me in de buurt. En ook als mijn dochter huilde, weet je, dan was hij er gewoon, was helemaal prima. Alleen wat ik wel merkte op het moment dat mijn dochter echt begon te bewegen, toen begon hij haar te vermijden. En toen dacht ik, dat is nu best risicovol. Kun je dan in mensen termen praten van dat hij jaloers was? Ik denk sowieso dat dat bestaat. Ik denk dat het bij hem veel meer was dat, ook kijkend naar het karakter van berghonden, van ze zijn wel heel erg kunnen voor het gezin gaan. Maar het leek net alsof hij de keuze bij mij had neergelegd. Dus mijn toenmalige partner accepteerde die. En had hij dan min of meer respect voor, maar die had er niet over zijn, zodat.
En met mijn dochter, weet je, prima. Ja. Maar op het moment dat zij natuurlijk begon te kruipen en dat soort dingen, dan kwam ze ook in zijn persoonlijke zone. En dat vond hij dus heel lastig. En dan zag je ook dat hij met de kennis van nu, als ik achteraf het filmpje terugkijk in mijn gedachten, dan heeft hij heel vaak om hulp gevraagd wat ik niet als zodanig heb ervaren. En dat is wel, als je het dan over grote levenslessen hebt, dan is dat wel gigantisch. Je kunt zoveel van ze leren. Ja. Dat ik dat ook achteraf, want het heeft uiteindelijk geresulteerd in een bijtincident. Hij had al klachten in zijn lijf, hij was ruim 8. En ook als ik foto's uit die tijd zie, mijn dochter die hem probeert te knuffelen, en dat hij eigenlijk nee zegt op allerlei manieren. En ik heb het gewoon onvoldoende op waarde geschat. Ik denk dat ik het zo, ik heb haar wel weggehouden, maar niet de... Niet hem daarin erkend misschien. Ja, precies. En niet de intensiteit van hem daarmee erkend. Ik denk dat dat het is. En dus op een bepaald moment heb ik met haar, ze liep net eigenlijk, wilden we hem eten geven. En dan kreeg hij zo'n voerbal waar hij dan achteraan kon lopen. En zij loopt met die bal in de handen. En achteraf denk ik, hij heeft van haar naar mij gekeken en steeds weer en steeds sneller gekeken. Dus weet je, de signalen waren er legio en ik heb het niet gezien. En op een bepaald moment is hij vooruitgekomen, heeft hij aan het gezicht gehapt en gelukkig niet gebeten. Maar ze had 2 flinke rode vlekken in het snoetje. En zij zei alleen maar, wat doet hij nou? Yeah. En ik was natuurlijk helemaal overstuur, want ik heb hem weggestuurd. Mijn dochter meegenomen, dikke tranen natuurlijk bij haar van mijn schrik, want zij was eigenlijk helemaal niet zo geschrokken. Zij was heel oké met hem. En hij was die lachter en toen dacht ik, maar dit is echt foute boel. Dit is echt wat hij niet wil. Dus, heel heftig, want wat dan? Hè? Dan kom je in een enorme... Dan kom je voor een enorme keuze te staan. Dat was echt heel naar. En het vervelende is dat ik toen zei van, ik kan dat managen. Dus ik ben ook een koningin en manager geworden. Hè. Dus waar mijn dochter was, was hij niet. En wat sluizen, terwijl ze elkaar wel gewoon konden zien, maar fysiek niet bij elkaar konden komen. Alleen, ik leefde niet alleen natuurlijk. Dus mijn partner die zei van, dit ga ik gewoon niet aan. Want het risico is te groot. Want hij luisterde al moeizaam naar hem. Hij zegt, als jij er niet bent, dan is het gewoon een soort vogelvrij effect. Toen kwam dus de keuze, wat dan? Toen heb ik met heel wat mensen gesproken. Zo van, hij was herplaatsen, was eigenlijk geen optie. Fysiek had hij problemen, maar ook zo aan mij gehecht. Dus dan dacht ik, dan hebben we maar 1 hele definitieve oplossing en dat is afscheid nemen. En daar kon ik niet over nadenken, dat was voor mij heel lastig. En dat heeft wel geresulteerd in enorme toestanden ook met mensen uit mijn naaste omgeving. Ja? Die dat niet begrepen. Ja. Mensen het veroordeelden? Ja, absoluut het veroordelen. Hoe ik het toch nog met hem erbij kon. Hondenmensen of überhaupt? Niet zozeer hondenmensen. Want daar heb ik gelukkig wel veel steun aan gehad. Dat die met mij mee hebben gekeken naar wat dan de beste oplossing kon zijn. Ja. Ook naar oplossingen gekeken. Dierenarts was heel erg meedenkend. Dus we hebben een aantal opties bekeken daarin. Maar het waren vooral mijn partner en directe omgeving. Die het dan gewoon heel spannend vindt met zo'n best wel gevaarlijke hond in huis. En een klein kind. En het... niet begrijpen dat het voor mij een heel groot dilemma is. Ach jee. Dus hoe kun je je kind gelijkstellen aan een hond? En ik begrijp ook dat mensen dat zo, veroordelen of beoordelen. Maar voor mij is dat wel echt iets heel reëels. Ik heel goed. Ja. En uiteindelijk is het wel bijzonder. Ik deed toen een opleiding, intuïtief traject. En toen hadden we een opdracht waarin werd gezegd, van, als je een dilemma hebt, visualiseer een soort weerhuisje. Van zet die 2 punten naast elkaar. En dan ga je vanzelf zien welk poppetje naar voren komt. Daar kun je prioriteit aan geven. Mooie oefening. Nou, ik dacht, het was ook niet voor niks natuurlijk. Dus ik lag daar heel erg zen te wezen en dat te proberen. En ik had dus gewoon de poppetjes gezin en ei was naast elkaar gezet. En dat klepperde constant heen en weer, van voor naar achter, volledig gelijkwaardig. En toen dacht ik, maar dat was het inzicht wat ik had. Ik dacht, voor mij is het dus bijna geen keuze te maken. Nee. Weet je, ik roep wel eens, het is bijna een soort Sophie's Choice effect. Ja. Hè? Zodat je echt, waar moet je nou voor kiezen? Ja. Uiteindelijk toch wel de keuze gemaakt om Aywas in te laten slapen. En dat heeft daarna bij mij nog wel heel wat onrust gegeven. Heb ik er goed aan gedaan. En achteraf gezien denk ik wel. En ook rouwen om het absoluut. Afscheid. Nog steeds. Hoor. Ik vind dat nog steeds wel een hele grauwe
herinnering. Ja. Ik vind het überhaupt het mooie van honden is... zijn honden dingen die je op kunt noemen. En tegelijkertijd weet je, en ooit moet ik er afscheid van nemen. Ja. Ja. Ik heb afscheid genomen van 2. Inmiddels al. En met Yara was prima, die was 13. Die was ook echt, die had zoveel klachten. Dat, nou ja, heel triest, maar mooi in laten slapen in hier in huis. En, ja. Maar Jentel, die totaal onverwachts op 6-jarige leeftijd overleed. Daar heb ik een jaar, heb ik een jaar last van gehad. Ja, kan me heel dat was mijn kind. Ja. En nou ja, dat weet jij zelf. Ik trainde met Jentel 5 jaar lang. Ja. En die ik hoefde maar te kijken. En dan, nou ja, die, Jolijn noemde er altijd ook als therapiehond. Die kon je bij nou ja, wat voor kindjes of mensen zetten. En die, ja, die was alleen maar lief. Ja. Ja. En nou ja, nu hebben we dit, dit exemplaar wat hier ligt. Ja. Een bijzonder type. Maar dat, het idee hè, dat je ooit... ik had ook een kat en die is 19 geworden. Daar heb ik 19 jaar op zitten wachten tot ik... Ja, maar dat is echt een ander verhaal inderdaad. Ja, dat is wel heel heftig. Kat, Nee, dat, maar dat... Maar intens, joh. Ja, afscheid nemen is altijd heftig. Ik vind maar in dit geval... De keuze moet maken. Dan, en vooral ook de, ja, god, de enorme stress eromheen was gewoon extra lastig, moeilijk. Ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Hoe is je leven daarna verlopen? Nou, er zijn een aantal honden nog op mijn pad gekomen die een hond in de opvang gehad. En uiteindelijk, zonder hond en Marleen, dat is dus geen optie. En toen ben ik voor mijn droom gegaan en heb ik een puppy Duitse herder, dat is nu ruim 10 jaar geleden. Dat is Franka, die leeft nog. Ja, geweldig. Dat was ook heel erg leuk, want dat heb ik ook samen echt met mijn dochter kunnen doen. Dus dat was wel heel erg leuk, die is echt heel erg verweven met Franka. Ze is nu 14, mijn dochter. Maar die zei laatst nog tegen me van... Ja, Franka is toch echt wel zo'n hond. Ja, de hond die echt in je hart zit. Yeah. Hè? Daar is ze echt mee opgegroeid. Mm. En in die periode... want ik deed nog niet echt officieel iets met honden. Wel weer mensen begeleiden, maar niet echt met een bedrijfsnaam. Toen kwam dus ook dat hond in zicht voorbij. Dat ik die naam graag wilde, omdat mijn partner zei... Je hebt een gaatje in je hoofd dat je niks met honden doet. Want je laat nu zoveel liggen. En ook zeker om die combinatie mens en hond. Dat coach mens met hond is de ondertitel van hond in zicht. Dat hij ook zei van ja, het is gewoon... Het zou gek zijn als je dat niet deelt aan de wereld. Nou, daar ben ik hem nog eeuwig dankbaar voor. Ja. Want ik zat vanwege ook dat leedstuk. Hè, dat ik moeite had om weer terug te stappen in de hondenwereld. Met al dat hondenleed waar je niet aan ontkomt. Dat hij zei van ja, maar je hebt zoveel te brengen. En, we zijn niet meer samen. Maar dat is wel echt een gouden cadeau van hem. Ja. Toen aan mij, naast onze dochter natuurlijk die we samen hebben. Ja. Dat is mooi. Dus er is hond in zicht... gekomen. Dat is 2008, denk ik, dat ik daarmee begonnen ben. En toen ben ik een soort losgegaan weer. Ja. Hè? Weer helemaal en maar je hebt ook, je bent ook ziek geworden tussendoor. Je hebt reuma gekregen. Ja. Is het een belemmering in je werk? Of hoe is dat? Ja, nou ja. Hoe kwam je erachter dat je reuma had? Hoe ik erachter kwam was eigenlijk met die burn-out al dat ik heel veel pijnklachten had. En dan wordt het natuurlijk, snap ik ook wel, terecht wordt er gezegd van nou, het is vooral psychisch. En dus er is toen niet heel veel onderzoek naar gedaan. Alleen de pijn was dusdanig dat ik riep wel eens, ik ben net de klokkenluider van Notre Dame. Als ik dan heb stilgezet en ik wil rechtop staan, dan kan ik mijn lijf eigenlijk niet strekken. En het paste niet bij de leeftijd en bij de activiteit die ik eigenlijk normaal gesproken gewoon had. Want ik was altijd wel met sporten en met de honden natuurlijk wandelen. En toen uiteindelijk toch die hele mallenmolen ingegaan met de klinieken en uiteindelijk bij reumatoloog terechtgekomen. En toen was er een vermoeden van, nou dat heeft ook nog een tijd geduurd, dus het was heel lang geklungel. En in 2011 is uiteindelijk de diagnose gesteld dat het een systemische reuma is. Dus het zit niet alleen in mijn spieren en gewrichten, maar het zit ook in mijn longen, mijn hart en mijn darmen. En, dus het, is eigenlijk, het zit in het hele lijf. Hele lijf. Ja. Yeah. Ja. Hoe ga je ermee om? Nou, vooral niet. Ontkennen? Ja, het is echt... Ik ben heel lang er ook heel erg boos over geweest, omdat ik het zo belemmerend vind. Want je bent vaak moe en je hebt heel veel pijn. En in die zin heb ik het vooral ook heel erg genegeerd. En heb ik gewoon mijn dingen gedaan die ik doe met dan natuurlijk terugvallen daarna. Want als je een dag heel druk bent geweest, heb je het daarna extra zwaar.
Maar dat op zich, dat accepteren, ik denk dat ik daar nog voor een stuk in zit, maar ja, dat heeft wel veel tijd nodig gehad, maar het heeft ook wel heel veel gebracht. Hmm. Want dan... Wat brengt het dan? Van jezelf mogen stilstaan bij wat je zelf nodig hebt. Hmm. En als je dan, wat ik in het begin zei rondom die burn-out, van wat ik de neiging heb om het heel erg voor anderen op te nemen en mijn dingen aan te trekken van anderen. Ja, weet je, op het moment dat je zo goed voor jezelf moet zorgen, is daar gewoon heel weinig ruimte voor. Dus dat, als je dan, dat is eigenlijk ook een soort metamorfose intern dan ook weer van het kunnen laten bij anderen wat van hun is en alleen maar zorgen dat je je bezighoudt met datgene waar het echt over gaat. Ja. En belemmert het je fysiek in je werk? Ja, ja absoluut. Ja. Ja, ik heb vorig jaar nog, ik denk 2 jaar geleden al, want ik gaf workshops ook in het bos, hè, van hoe je dan een actief in het bos of inzicht in het bos. Ja, heb ik nog bij jou gedaan. Ja, superleuk. Man, superleuk. Echt, ja. Je kan mij niet gelukkig maken om in de oude bossen van Leur te struinen en dan mensen gewoon te laten zien dat er zoveel meer is dan alleen maar het wandelen. Of heel veel mensen gaan natuurlijk ook met de telefoon het bos in. Nou, dat is gewoon heel erg zonde. Naast het feit dat je kan genieten van de natuur, maar ook gewoon dat je alles wat je tegenkomt, kun je samen met je hond iets leuks mee doen. Dus het is heel, je kan heel verbindend wandelen. Maar ja, weet je, als ik dat een 2 uur had gedaan, dan kun je me gewoon 3 dagen lang opvegen. Mm. Dus dat zijn keuzes geweest die ik heb los moeten laten. Steppen met de hond. En natuurlijk ook. Ja, steppen. Ja, was je zelfs een eigen step op de markt gebracht met mijn collega Daphne van Zomeren. En we waren er hartstikke druk mee. Maar ja, weet je, als je zelf niet een paar 100 meter kan steppen, dan kun je er ook geen les in geven. Nee. Dus dat zijn wel echt wel keuzes. En ja, in die zin belemmert het. En ook gedragsconsulten. Zodra er sprake kan zijn van agressie. Ja, ik durf het gewoon niet aan. Als ik gebeten word, ik weet gewoon niet hoe ik reageer. Hè? Of als een hond heel erg trekt aan de lijn. Of dat soort dingen. Dus ook, ja, en in de hele manier hoe ik werkte met honden, heb ik keuzes steeds weer moeten maken. En het voelt dan steeds als een beetje minder. Okay. En ik probeer het dus wel zo te zien dat het ook steeds een beetje meer is. Omdat ik het gewoon anders ga doen. Yeah. En mijn focus anders komt te liggen. Ja. Okay. Wel anders. Ja. En je bent, we hebben ontdekt dat wij onder andere een van dezelfde immuunziektes hebben. Ja. En je bent ook heel erg op zoek gegaan naar een alternatieve manier om ermee om te gaan. Hè? Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, nou, wat vanuit het reguliere circuit vooral is, is dat er medicatie wordt gegeven. En iedereen kent het verhaal, als je maagzuurremmers krijgt, dan kun je ook last van je maag krijgen, je krijgt last van je darmen. Je hele stofwisseling wordt daardoor beïnvloed. Dus uiteindelijk, ja, kan het deels helpen, maar het roept ook weer wat anders op. En nou, net als dat ik denk ik bij, ook in mijn werk met honden en met mensen, dat ik eigenlijk altijd naar die basis wil, naar die bodem. Hè? Zo van, ik zeg altijd, zonder basis kun je niet bouwen. Maar op het moment dat je heel veel medicatie in je lijf krijgt, dan weet je niet meer wat de basis is. Dus ik was altijd al geïnteresseerd in alternatieve geneeswijzen, maar ook heel veel in voeding. En ik ben nu begin dit jaar weer begonnen met een ortomoleculair diëtist. En bij het Radboud, het ziekenhuis waar ik kom, staat ook in mijn gegevens, mevrouw wenst geen medicatie. Dus dat als ik een nieuwe reumatoloog krijg, dan weten ze dat ook. Want ik zeg, ik kan dat altijd nog doen. Maar dan wil ik het wel doen op het moment dat ik weet dat ik alles heb gedaan. Geprobeerd. Ja, vanuit, vanuit de basis denkend. Ja. Dus ik ben nu met een ortomoleculair diëtist bezig met voeding en supplementen. En ik heb onderzoek laten doen of ik allergieën, intoleranties heb. En als je vanuit die visie naar ziekte kijkt, dan is er nog zo verschrikkelijk veel meer mogelijk om om te werken aan verbetering en herstel. Ja, om ermee te kunnen dealen. Ik denk dat ook, soms is het natuurlijk ook niet te herstellen. Voordat je de medicatie instopt. Ja, het heeft mij wel aan het denken gezet. Want ik zit natuurlijk gewoon al 15 jaar aan de MTX. Wat vrij zware medicijnen zijn. Ja. Van alles geprobeerd om af te bouwen en anders te doen. En dat gaat iedere keer niet. Dus we zijn nu wel inderdaad ook wel weer naar voeding aan het kijken. Dat is sowieso wel bekend, hè, dat dat helpt. Ja. Zeggen het, hè? In je darmen zit eigenlijk het antwoord, hè? En de oorzaak en het antwoord. Yeah. Ja. Ja. Nou ja, ik denk voor mij heeft het in ieder geval, ik denk ook een beetje dat ik toch een soort controlfreak daarin ben. Dat ik denk van, weet je, nu weet ik wat ik eet, nu weet ik wat erin gaat. En de supplementen die ik krijg,
is ook gewoon heel goed de logica van uitgelegd. En dat vind ik toch anders pillen slikken dan dat je gewoon een pakketje creatief en alles stopzet wat niet uitgelegd kan worden, hoe het precies werkt. Of de MTX was tegen mij ook zeiden van ja, gaat maar de metrotexaat van, gaat maar slikken, want misschien helpt het. En dat ik dan denk, ja, maar hoe weten we dat? Ja, dat weten we niet. Hè. De variant die ik heb, sclerodermie, is, ja, er is vrij weinig over bekend. Dus we kunnen het proberen. En dan denk ik, ja, maar dat gaat dus... Sclerodermie. Sclerodermie, dus verharding van de huid en van de, van de organen. Dus verhoogde celdeling. Dus alles verstijft eigenlijk. Hè. Dat is ook de reden dat ik niet rechtop, in één keer rechtop kan staan. Hè. Dat het vertraagd gaat. Maar dan denk ik van ja, dan willen ze dat je pillen slikt. Maar ze kunnen je niet vertellen of het wat gaat doen. En toen heb ik gelijk gezegd, daar begin ik gewoon niet aan. Weet je, ik heb ook een jonge dochter. En denk, ik wil haar zo lang mogelijk kunnen begeleiden, hè, naar volwassenheid. En ik wil er ook van kunnen genieten. En dat wil ik eigenlijk met een zo gezond mogelijk lijf doen. En voor mij is dat dan dus een lijf waar zo min mogelijk troep in zit. Zo min mogelijk medicijnen. Ja. 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 Merk je verbetering? Ja, ik merk heel erg verbetering. Een van de dingen die eruit kwam was een glutenintolerantie. En dat heeft me heel veel opgeleverd, omdat uit het voer, wou ik zeggen. Dat is wel heel hondsgedachte, uit de voeding te halen. Maar ook geen suiker meer, of vrijwel geen suiker meer. En dan merk je dat ik soepeler ben in dit geval. De supplementen helpen daar ook bij. Dus we hebben eerst eigenlijk alles gedetoxed. Nou, dat was niet tof, want ook pijnstilling mocht dan niet op dat moment. Dus dat waren wel 3 maanden waar ik echt door doorheen moest bijten. En nu merk ik dus met supplementen dat ik dus bijna geen pijn meer heb. Of lijkt het in verhouding dat het misschien wel gehalveerd is. Dus veel beter te managen. Ja. En als je een beperking hebt, laten we het maar gewoon een beperking, een ziekte hebt. En je bent zelfstandig ondernemer, je bent 53, je gaat nog een jaar of 20 werken. Ja, dat is de bedoeling. Je voorziet in je eigen gezin en je eigen onderhoud. Dan is het denk ik ook wel iets, laat ik het vragen. Denk je dan vaak na over hoe ga ik dat doen? Ja, dat vind ik ook wel... spannend. Voor mij is die heel spannend, namelijk dat ik denk, als zelfstandig ondernemer, wat kan ik wel, wat kan ik niet? Ja. En hoe kan ik dat ook nog over 10 jaar of over 20 jaar? Hè? Nou ja, dat is zeker iets waar ik me zorgen om heb gemaakt in dit geval. Ik denk dat ik dat nu wel kan zeggen, als we het dan toch ook weer over een metamorfose hebben. Ja. Dat ik afgelopen 3 jaar een keuze heb gemaakt om alle dromen die ik heb rondom hoe ik mijn bedrijven wil vormgeven, dat ik die aan het uitvoeren ben. En daar zit dus ook in verweven dat ik inkomsten kan genereren waar ik niet fysiek inspanning voor hoeft te leveren. Dus het is echt een verandering. Passive income, hè? Ja, noemen we dat. Precies. En dat is heel erg gebaseerd op het geven van trainingen. En dus veel meer online versie. Maar ook het coachen, wat ik gewoon vanuit huis kan doen. Waarvoor ik niet hoef te reizen. Dat ook online kan overigens. Dus ik ben echt een verandering aan het maken. En in wat ik aanbied. En in het samenvoegen van mijn bedrijven. Waardoor je dat passieve inkomen inderdaad kan krijgen. En dat ziet er nu zo mooi uit, hè? Het is echt een droom die uitkomt en waar ik aan het werk ben. Oh, heerlijk. Je straalt ook helemaal. Want je hebt drie bedrijven. Je hebt Hond in Zicht, hè? Daar hebben we het al eerder over gehad. Die is ontstaan vanuit de praktische begeleiding van mens en hond. Ja. En dan heb je Hond Zakelijk. Ja. Dat is coaching van hondenprofessionals. Ja, dus zeg maar hondentrainers, hondenschool-eigenaren. Eigenlijk iedereen die met honden werkt en die een eigen bedrijf wil starten of zich wil ontwikkelen. En ik richt me in mijn communicatie op de hondenprofessional, maar nou ja, het maakt niet uit. Op het moment dat je wil werken aan je bedrijven en de hashtags is maak werk van je hondenwerk. Dan ben je gewoon welkom om te kijken of ik wat voor je kan betekenen. Dus is het derde bedrijf, is Hersenwerk voor Dieren, wat je ook al langere tijd hebt. Ja, daar werk ik al vanaf 2010 met Inge van Harten samen. En 2016 heb ik van haar het bedrijf overgenomen, is zij mijn rechterhand. Dus we hebben geswitcht van plaats. Ja.
En hersenwerk voor honden was het in eerste instantie, maar hersenwerk is zo mooi om aan te bieden dat we de hersenwerk voor dieren. Dus we hebben ook teams voor paard, kat en konijn waarmee we leuk. Met kun je iets want voordat we verder gaan over de metamorfose binnen je zakelijke gebied. Voor mensen die dit niet kennen, wat is hersenwerk? Ja, dat is altijd zo mooi. Wat is nou de kern van hersenwerk? Ja. Als je het ziet, dan is het dat een dier, laten we even op honden houden, dat een hond lekkere brokjes zoekt in allerlei materialen. En wij werken dan niet met vaste puzzels, maar dat kan een theedoek zijn, het kan een theedoek in 3 bakjes zijn, het kan een vergiet en een stoffen lapje zijn, het kan een verpakkingsmateriaal zijn waar je lekkere brokjes in verstopt. Een hond gaat dat zoeken. Alleen daaromheen zit een soort filosofie van hoe je het opbouwt. Dus dat je niet een bak hebt en je gooit de brokjes en je laat je hond. Ja, zoek het uit, precies. Dat is niet. Nee, maar dat je stap voor stap met de hond daar naartoe werkt. Dat hij erin durft, dat hij het materiaal durft aan te raken. Dat hij bewust materiaal aanraakt, dat hij technieken inzet. Sommige honden die gebruiken bijvoorbeeld heel bewust hun poot. Heel veel honden gebruiken vooral hun neus. Maar er zijn ook honden die een combinatie maken. En door dat zo bewust samen te doen, ga je dus heel erg goed naar je hond kijken. En de hond heeft dat door en gaat dus ook veel beter naar jou communiceren. Hmm. Dus op het moment, ik heb een Jack Russell, dat is nummer 3 in mijn serie. Ik heb nog een labradoodle en dan Franka nog steeds. Maar de Jack Russell is echt een ontzettend druk hondje en die duikt overal in. Maar door hersenwerk is hij gaan leren dat hij wacht en dat hij kijkt tot wanneer hij mag. En als hij klaar is, dat hij dan gaat zitten en dan kijkt hij mij weer aan. Zo van, wil je even doorkomen met de volgende ronde? En op het moment dat dat niet zo is, dan gaat hij naar mijn hand toe. Dan gaat hij met zijn poot, maakt hij mijn hand open om te kijken of er nog brokjes in zitten. Moet je voor, ik zie jou nou stralen als ik dit zit te vertellen. Vind het geweldig, maar dat is dus het mooie daaraan, dat het de interactie wordt enorm versterkt. Ja. En als je daar dus voor open staat. En de band dus daarmee. En de band daar dus. Ook, ja, precies. Ja. Want dat wil ik zeggen, als je er voor open staat, dat je dat wil zien, dan ga je dus veel kleinere signalen van je hond oppakken, maar de hond is ook van jou. En dan ga je, ja, we noemen het ook, je gaat in gesprek door hersenwerk. Mm. En ik merk ook als ik erover begin te praten, dan straal ik inderdaad. Ik vind het echt fantastisch om ook zo'n hondje wat ik vertelde. Maar wat bied je dan feitelijk aan als je zegt, ja, ik heb ook mijn bedrijf hersenwerk? Nou, dit is wat we mensen aanbieden. Dat je ze helpt daarbij. Ja, om dus dat mensen leren. Dit leren. We hebben bijvoorbeeld op Facebook hebben we een groep waarin we tips geven. En er zitten nu wat 25.000 leden zitten erin. Dus het is super populair. Ja, en we proberen dan ook een beetje de filosofie erbij te stellen. Dat het niet alleen maar gaat om dat zoeken. Het gaat om het einddoel. Het gaat juist om dat proces. Maar ja, dan zijn natuurlijk door de jaren heen heel veel andere hondenmensen die dat zien. En die zeggen, hey, maar dit is mooi, dat wil ik wel integreren in mijn werk. En zo zijn Inge en ik, volgens mij 2011, 2012, onder andere ook bij Hondenschool De Laar begonnen met het geven van workshops en aan mensen met hond. En toen kwamen de hondenprofessionals die dat ook wilden. En nu leiden we dus hondenprofessionals op om dit weer aan te bieden aan hun klanten. Om die olievlek weer te bereiken, of te creëren. Elke hond verdient hersenwerk, vinden wij. En door zoveel mogelijk professionals daarin op te leiden, kun je dit dus ook veel meer verspreiden. En het is niet dat het iets heiligs is of zo, maar het is een manier wat je kan integreren in je werk. Dus iedereen die met honden werkt, of je nou in een opvang zit, of een uitlaatservice, of een trimsalon, of gedragstherapie, of wat dan ook. Als je hersenwerktechnieken hebt, dan kun je dus eigenaren veel meer verbinding laten krijgen met een hond. En dat is toch de kern eigenlijk, waar het eigenlijk altijd om gaat bij probleemgevend gedrag. Dat mensen niet het inzicht hebben in een hond. Ja. Dus, vandaar hond inzicht. Vandaar hond inzicht, ja. En, maar doe je ook andersom, help jij mensen door honden in te zetten? Want honden spiegelen. Ja, bij hondenspiegel ben ik docent inderdaad. En ik heb veel met mijn eigen honden gecoacht. Hè. Gewoon in de coaching van mensen en persoonlijke ontwikkeling zet ik mijn 3 honden in. Twee eigenlijk, want Bart vindt het niet zo leuk om te werken, dus die hoeft daar niet te werken. Waarom vindt Bart het nou niet zo leuk? Bart wil gewoon fun en een clowntje zijn, dus, maar dat is ook heel effectief. Ik ben nu het tweede jaar docent bij de opleiding van Hondenspiegel, tot spiegeltrainer. En daarin worden weer mensen opgeleid die mensen kunnen coachen met het inzetten van honden. Ja. Oh, mooi. En dan, En nou je hele grote metamorfose. Je hebt 3 bedrijven, je hebt onwijs veel volgers. Ik denk dat je echt wel naam en faam aan het maken bent of al gemaakt hebt
in Hondenland. Laat me niet vergeten je boek. Ja. Prachtige boek, Lieve Hond. Ja. Dat zal ik ook opnemen in de show notes. Wil je daar nog wat meer over vertellen? Over hoe ja, boek als ik er naar kijk, begin ik al te stralen. Ja, ja. Ja. Lieve Hond is echt hard werk. Nou, ja. Wat ik dus, net zoals de naam Hond in Zicht, heb ik dus al heel lang in mijn hoofd de titel Lieve Hond, wat doe je met me? Omdat ik zoveel verhalen van mensen hoorde hoe ze geraakt werden in hun leven door honden. En ik denk, iedereen die gek is op honden heeft een verhaal over wat een hond met hem of haar gedaan heeft. Dus dat zat al heel lang in mijn hoofd dat ik daar verhalen voor wilde opschrijven. En niet mijn eigen verhaal vertellen, want ik vertel toch al van alles op social media. Maar juist verhalen vangen van mensen, hè, om dan dat weer te kunnen verspreiden en anderen daardoor te laten raken. En dat idee is een aantal jaar geleden, denk ik nu 7 jaar geleden, ontstaan om daar echt een boek van te maken. Daar ben ik er ook mee begonnen. Ik had een aantal verhalen en interviews gedaan. Nou, om allerlei redenen is dat toen gestagneerd. En vorig jaar zaten we bij een uitgever, Inge en ik, om een boek te gaan schrijven over hersenwerk. En toen kwam ook Lieve Hond ter sprake. En toen zei de uitgever, nou, laat me maar wat lezen. En die was super enthousiast. Dus toen werd dat eigenlijk voor het andere boek geschoven. Dus ik heb vorig jaar oktober is Lieve Hond uitgekomen. En ja, wat extra bijzonder is natuurlijk aan het hele verhaal, is dat er mensen in staan die me heel erg aan het hart gaan. Hè? Dus ook vrienden staan erin. Ja, mensen die ik ken door de jaren heen, waar ik al lange tijd verbinding mee heb. Maar dat ik ook zei van ja, als er iemand foto's moet maken, dan is dat mijn liefje. Rob Wensveen. En Rob en ik hadden nog een hele lange relatie toen we hier aan begonnen. Dus hoe lang ken je Rob? Even kijken, we zijn van 2018... medio 2017, dat we contact kregen via social media, omdat ik zijn foto's zo mooi vond. Ja. En ik wilde eigenlijk iemand die voor mij een fotoshoot zou doen. En toen heb ik contact met hem gezocht. Maar toen ging het fysiek heel slecht met mij. En ik zag er voor mijn gevoel niet fotogeniek genoeg uit. Maar toen hadden we al wel contact met elkaar. Dus, en zodoende begonnen we elkaar heel leuk te vinden. En nu is hij mijn huisfotograaf. Ja. Naast mijn geliefde. En is hij ook honden? Ja, hij heeft absoluut. Hij heeft nu nog 1 labradoedel, maar had er 2 toen ik hem leerde kennen. En zijn social media naam was ook labradoedelfotograaf. Dus zo was hij. En zo ben ik natuurlijk bij hem in beeld gekomen vanwege mijn labradoedel. Ja, snap ik het. Ja. Dus dat is de labradoedels waren de link. En toen heb ik met Edicola, de uitgever van het boek, ook gezegd, dan wil ik graag dat Rob de foto's maakt. Dus nou ja, op vakantie gaan, test je relatie, maar samen een boek maken is ook wel heel bijzonder. Ja, we hebben ons daar kranig doorheen geslagen, elkaar heel goed leren kennen. Ja, we zijn heel trots op het resultaat. Nou, mag je ook zijn. Ik heb het gehad en gelezen en het is prachtig. Ja. Ja, het is echt, het raakt je. Ja. Zeker als je, weet je, zelf ook huisdieren hebt, honden hebt en dan weet je hoe intens mooi een relatie met een hond. Nou, het was wel bijzonder, want op het moment dat er zijn 15 verhalen in en al terwijl ik het boek aan het schrijven was, ontstond dus het idee dat ik dacht, maar elk verhaal heeft een thema. En toen kwam ik er ook achter dat ik nog een aantal mensen miste. Dus van de 8 verhalen in eerste instantie, hooguit 10, werden het er uiteindelijk 15. Omdat elk thema is uiteindelijk weer gekoppeld aan mijn werkwijze. En dat maakt het voor mij, maar daar ga ik nog wat mee doen, hè, maar dat is voor de toekomst. Maar die 15 thema's zijn zo, als je die in acht neemt als mens met hond, dan heb je een heel compleet pakket waarmee je... Wat zijn dan thema's? Want, leven, zien, balans, respect, kennis. Weet je, dus daar kan ze alle 15 opnemen. Maar dat zijn de thema's die voor jou belangrijk zijn in hoe jij je werk vormgeeft, in hoe je met honden omgaat. Dat als je al die thema's, ik heb ze ook kort geïntroduceerd voordat het interview dan in het boek staat. Dus elk hoofdstuk heeft een introductie. En dan zie je ook, als je dat gewoon meeneemt, en dat vond ik zo'n mooi proces ook er weer van, terwijl je dat boek aan het maken bent, dat je opeens denkt, oh, maar dit is het, weet je. Dus als je die 15 dingen in acht neemt, dan krijg je eigenlijk een heel mooi pakket met je hond samen. Dat is dan wel de conclusie. Ja. Ja, en Rob heeft gewoon foto's gemaakt terwijl ik aan het interviewen was en mensen hadden ook niet door. En de honden eigenlijk ook niet dat hij er was. Dat is een soort gave van hem, dat hij dat kan. En dat zie je volledig terug in de foto's. Dus hoe de mensen praten over wat honden met hem doen, wordt dus ook zo mooi geïllustreerd. Zie je terug in de foto's, ja, heel mooi. Hij maakt mooie foto's in. Dus zeker weten. Ja. Het is echt harde werk. En zijn jullie van plan om meer samen te gaan doen? Nou, sowieso. Werk.
Ja, is het dat Rob eigenlijk alle foto's maakt voor alle social media uitingen, voor mijn website. En en natuurlijk hebben we allerlei wilde plannen met wat je er allemaal mee kan. Maar dat komt vast nog wel. Ja. Daar zitten we niet stil in. Dus eerst alle bedrijven samenvoegen. Ja. Dat is nu het proces waar je in zit. Ja. Hoe zie jij... komt er een overkoepelende naam? Of is het... Wat wil je bereiken? Ja, wat is die metamorfose? De metamorfose is dat wat ik net eigenlijk al zeg, als mensen met hersenwerk bezig zijn, dan ga je hond beter begrijpen, krijg je inzicht. En dat is vaak toch wel de kern om een goede relatie met je hond op te bouwen. Dus dat is voor hondenprofessionals ook weer interessant. En het zou, wat mij betreft, zie ik het meer dat je als via de drie bedrijven binnen kunt komen en dan eigenlijk kan shoppen weer van wat je kan gebruiken van de andere bedrijven. En wat ik nu bijvoorbeeld merk is mensen die ik 8 jaar geleden bij Hond in Zicht heb ontmoet bij een training Steppen met de Hond, die dan nu zeggen van hey Marleen, ik wil eigenlijk wel een coaching van je hebben omdat ik met mijn bedrijf een doorstart maak. Ja. En dan zeggen ze en dat hersenwerk dat staat al zo lang op mijn verlanglijstje. Nou, dat effect, dan denk ik van dat is waar ik nu aan het werk ben, dat makkelijker wordt. Dus er komt ook een soort online trainings centrum idee waarbij al die dingen weer met elkaar verbonden zijn en dat mensen gewoon eigen pakketten kunnen samenstellen. En want maatwerk blijft ook een rode draad natuurlijk, hè? Het is niet dat ik zeg zo moet het, maar kijk wat je past en wat je nodig hebt. Ja. Mooi. Dus daar wordt nu aan gewerkt. En dan straks nog een nieuw boek. Ja, hersenwerk voor honden. Ja, dus daar zijn we. Dat is eigenlijk zo goed als rond. Dus dat wordt medio september wordt het uitgebracht. En ook daar heeft Rob weer de foto's van gemaakt met nog een paar andere mensen. Want een collega woont in Canada. En dat was net te veel om naar Canada te gaan. Het is ook heel onhandig nu met corona. Ja, precies. Stel je voor dat hij niet meer terugkomt. Ja, dat gaan we niet doen. Net zo leuk vent ontmoet. Nee, dat doen we niet. Dus, dat is heel erg mooi. En dat wordt ook wel een heel leuk boek. Enerzijds richten we ons op de theorie achter hersenwerk en hoe je het opbouwt en dat soort dingen. En we hebben gewoon iets heel leuks, is dat we 9 types hebben bedacht die je terug kan zien, waar je zeker je eigen hond in gaat herkennen. En die worden weer wat leuk. Een soort archetypes voor honden. Ja, wat cool. Ik ga niks verklappen, maar met Suske en Wiske-achtige namen. Dus het, het is wel dat mensen echt ook zullen zeggen, oké, maar dit is leuk. Wel mijn type hond. Ja. En daar ook weer tips bij van hoe je daarmee om kan gaan. En wat werk jij meer dan fulltime? Ja. Ja? En hoe voorkom je dat je over je grenzen gaat? Met ziek zijn, met je ervaring tot nu toe, met ook nog gezin draaiende houden. Ja, wat denk ik het belangrijkste is, kan wel zeggen van jij moet minder werken, goed ontspannen. Maar weet je, dat zit ook, ik sta eigenlijk altijd wel aan. Ik ben ook altijd met mijn ideeën bezig. En ik zeg al, druk op de knop en dan komt dat uit. Hè? Mm-hmm. Dus dat is ook wel gewoon de aard van het beestje. Ik denk wel de balans houden tussen inspanning en ontspanning. En dan is ontspanning voor mij toch ook vaak ook wel weer werk gerelateerd. Want als ik met de honden loop, maak ik ook weer foto's voor social media. En ik denk dat het meest helpend voor mij is om die balans te houden, is om ver weg te blijven van alles wat energie vreet. Ja. En als je dat dan is dan het leed. Het leed, maar ook als je op zoveel fronten aanwezig bent, weet je, het zijn altijd wel mensen die dingen van je willen of dingen van je verwachten. Nou, en als je dan helemaal aan het begin, wat ik zei over mijn burn-out, daar zit voor mij wel echt dat was een moeilijk iets, hè, om dat los te laten waar anderen last van hadden, dat trok ik me aan. En ik ben wel door de tijd heen, en zeker het laatste jaar ook met het verlies van een hele goede vriend van mij, dat ik dacht van waar gaat het eigenlijk echt om? En dat ik dan denk van, weet je, als ik weet waar mijn dochter is, als ik weet waar Rob is, mijn honden zijn bij me, weet je, dan hebben nog een aantal mensen waarvan ik denk van, dan weet je dat het oké is, dan is het ook dat gewoon goed. Ja. En de rest kan ik niet veranderen en daar moet ik ook niks voor willen doen. Nee. En niet dat ik er dan niet ben voor die mensen, dat is wat anders, maar het is niet dat ik het automatisch opsla. En ik denk dat voor mij heel erg helpt om het evenwicht te houden. Mijn man zegt dan altijd, you don't own it. Weet je wel, het is perfect, dat is het. Om afstand te houden van ik zie het.
Ik kan bekijken of ik er iets mee moet, ja of nee. Of ik er iets mee wil, ja of nee. Maar you don't own it. Ja. Want dan, ja, dan loop je over. Ja. Ja. En je kunt het leed van anderen niet dragen. Je kunt ze helpen om het zelf te verzachten. Nee, maar ook de beperking van de ander niet. Of het oordeel. Nee. Of, nee, nee, absoluut. Ja, nee. Mooi. Hey, als je je leven nou een cijfer zou moeten geven? Oh, gelijk een 8 in mijn hoofd. Dus dat gaat heel snel. Gaat best heel goed. Ja. Mooi. Ja. Ik heb jou in het begin gevraagd of jij een kaart wilde trekken. Ja. Een spirituele inzichtkaart, want ik dacht rond inzicht en al dat inzicht bij Marleen. Er hoort ook een spirituele inzichtkaart in. Welke heb je getrokken? Nou ja, het is wel. Ik moet even mijn bril erbij opzetten, want anders kan ik dat niet goed lezen. Maar het is wel grappig, want er staat onderwijs. Ja. En je hebt de prachtige gaven om met anderen te werken. Heb je al overwogen om les te gaan geven? Dus dat is een beetje een spirituele open deur. En ook weer niet, omdat ik... Ja, het is eigenlijk wel heel bijzonder dat je... Ik kom uit mijn opa en oma die zaten in het onderwijs. En dan roep je als kind, dat ga ik nooit doen. En uiteindelijk zit ik daar toch een soort van wel in. Omdat dat daar heel veel van mijn werk ook echt in het lesgeven zit. En het opleiden. Ja. En ik denk dat dat ook zo mooi in mijn missie past. Want ik zat daar laatst over te denken wat nou echt mijn missie is. Mm-hmm. Toen dacht ik van, waarom doe ik dit nou eigenlijk allemaal? Waarom doe je dit nou eigenlijk allemaal? Precies, ja. Vertel. Nou, waarom ik, dat was echt van 2 weken geleden dat hij zo binnenkwam. Ik dacht van, ik wil zo graag met het bewust maken van mensen, dus het inzicht geven aan mensen, ervoor zorgen dat het welzijn van dieren gewaarborgd is. En dan denk ik, dat gaat voorbij. Ik voel ook, als ik dat dan weer uitspreek, dan gaat voorbij alle ego of wat nou, dat ding van, maar als ik iemand kan laten zien dat zijn hond iets nodig heeft, en als hij dan iets verandert, dat die hond dan daardoor relaxter is, dan is mijn dag goed. Mm. En dat maakt dus ook dat ik volgens mij ook nooit klaar ben met werken. Of weet je, dat die drive ook niet weggaat, omdat er altijd wat te doen is en altijd inzicht te geven is. Ja. En dat draag ik heel graag over ook aan andere mensen, zodat zij op hun manier hun inzichten weer door kunnen geven. En dat het uiteindelijk altijd te goede komt van de dieren. Ja, dat, mooi. Ja. Nou, dat komt ook heel mooi samen inderdaad in de 3 bedrijven die je nu hebt. Absoluut. En ook fijn dat je dat ook online kan gaan doen. Dat geeft jou ook meer ruimte en meer voor ik word er hartstikke energiek van. Als ik fysiek oké ben, dan bruis ik helemaal van de ideeën. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Mooi. Ja. Dankjewel. Ik zal in ieder geval ook in de show notes opnemen waar je allemaal te vinden bent. En hoe mensen met jou in contact kunnen komen. Ik vond het heel erg leuk dat jij bij mij te gast wilde zijn. Omdat ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die niet weten wat er allemaal mogelijk is. Wat je kunt doen voor en met honden. Inderdaad, om dat welzijn te vergroten. Dus en als honden gek draag ik daar ook natuurlijk graag aan bij. Ja, en dat merk ik ook. Mensen zitten heel vaak op het, hij moet iets kunnen. Ja. Terwijl mijn manier van werken veel meer op het proces zit, op die verbinding. Dus ik hoop dat het mensen inspireert. Ja, dat is wel mooi, want ik heb zelf ook meer met coachen van mensen op mijn website staan. Pas als je verbinding bent met jezelf, kun je met een ander verbinden. Nou ja. En dat geldt ook heel erg met honden. Ja, als je geen contact hebt, dan zie je niet wat daar Maar ook dus als je zelf niet in verbinding met jezelf staat, dan kun je ook niet meer op een ander letten. Nee. Want dan ga je daar volledig aan voorbij. Ja, mooi. Nou, dankjewel. Heel graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je genoten hebt. Dat je iets van opgestoken hebt. Of gewoon een leuke besteding waar je tijd hebt gehad. Misschien tijdens je vakantie. Mocht je zelf een metamorfose hebben. Een verhaal hebben wat je graag kwijt wil. Neem contact met me op. Via de e-mail. Kijk even op mijn website www.irissturgeon.com. En graag tot de volgende keer. Dankjewel.